Smakelijk, Danny. Ja. Lukt het met het broodje snijden? Helaas hadden ze hier in Polen geen, of in ieder geval bij de supermarkt waar we waren, geen broodsnijmachine. Maar je doet het prima. Ik heb een waterpasje gemaakt met een doosje Tic Tac en wat zonnebloemolie. Omdat je soms niet weet of je nou wel of niet naar boven toe gaat. En dan is het soms wel aardig om eventjes te kijken. We hebben een flinke zak druiven gekocht. Heerlijk grote druiven. Voor nou ja, bijna niks. 54 cent. En vervolgens stond ik nog 5 cent op straat ook, dus uit straat is een hele zak. Lekker van genieten. We hebben een probleem. Groot probleem. Groot probleem. Als we straks Polen weer uit willen, dan is er geen plek in de Flixbus. Flixbus voor onze fietsen. Dat was wel beloofd toen we in Amsterdam waren. Dus dat is even pech hebben. Dus we zijn nu ontzettend hard aan het zoeken naar een oplossing. En dat is nog niet zo makkelijk. Misschien met de trein, maar we hebben natuurlijk veel kosten al gestopt in de Flixbus. En ja, of we kunnen bewijzen dat zij een fout hebben gemaakt, dat weten we nog niet. Of we huren een auto of zo. Dan stoppen we fietsen erin, rijden naar Amsterdam, brengen hem daar weer, leveren hem daar weer af. Misschien ook nog een optie. We zijn er naartoe. Wat een prachtige plek hebben we weer gevonden. Dan kunnen we hier in het bos prima bivakeren. Niet te ver van de bewoonde wereld af. En ondertussen hebben we een heel mooi rustige plek gevonden. Dus ideaal weer. En deze keer is het droog. Dat is ook wel erg fijn.